mensen. Fijn om jullie weer te zien vandaag. En dit is de vierde keer dat we over dit onderwerp spreken. En natuurlijk, je snapt het wel, het is een bemoedigen. Het is niet, nooit, never mijn bedoeling om een Bijbelstudie te gaan houden. Want je weet, er is zoveel dingen die we over dit onderwerp kunnen erover praten. Maar mijn doelstelling is om u te bemoedigen. Oké? Dat is mijn doelstelling. Paulus had het over dat we de laatste moeten afleggen. En ik zeg al, de afgelopen aflevering, dat dit zijn belemmeringen die ons in de weg staan, dat wij niet vooruit kunnen gaan in Gods bestemming voor ons leven. En als je kijkt ook naar het leven, en je kan dit ook met mij concluderen, dat de grootste uitdaging van het leven is om de finish line te komen. Dat is een grote uitdaging. Nou, de finish line hier betekent niet zo van, ik heb mijn doel bereikt en al die dingen. Nee, ik heb het over de finish line in de zin van dat je kan na zoveel jaar hier op aarde leven, dat je achterover kan zitten en zeg, ja, ik heb mijn leven aan Christus gegeven. En net zoals Paulus dat ook letterlijk zegt in de boek, toen hij zegt, ik heb mijn doel bereikt. Dat je dat ook met Paulus kan zeggen, ik heb mijn doel bereikt. Ik heb mijn race voltooid. Ja, en wat is dat? Dat is, het heeft twee kanten. De ene kant is dat je zegt, ja, ik heb gedaan wat God heeft gevraagd voor mij te doen hier op aarde. En dat is voltooid. En je hebt dat ook gedaan. En de andere kant is dat je weet, dat je behouden bent. Wauw. Dat je behouden bent. En weet je wat het mooiste is? Behoudenis heeft Jezus voor ons al gedaan. En daarom wil ik ook jou een oproep doen vandaag. Als je nog niet bekeerd bent. Als je weet dat je nog niet behouden bent. En dat je dat ook vandaag de keus maakt om je leven aan hem te geven. Want dan heeft hij dat ook bezegeld met zijn leven. Dan is dat ook goed. En dan is de volgende stap is dat je gaat leren leven hier op aarde zoals hij dat bedoelt heeft. En ik denk dat dat is wat Paulus ook bedoelt met dat wij al de lasten en al die zonden en al die dingen die ervoor zorgen dat wij niet verder kunnen gaan met wat Christus heeft gedaan in ons leven. Dat wij al die dingen gaan afleggen. Dat wij al die dingen gaan afleggen. Nou, ik wil ons... Er zijn zoveel dingen, maar gewoon voor deze bemoediging wil ik ons drie dingen meegeven. Die ik denk belangrijke dingen zijn, dat je moet ervoor zorgen dat die dingen jou niet in de weg gaan staan. Ja, drie dingen dat je zeker weet van die dingen is geen last. Halleluja. Die dingen zijn geen last in mijn leven. En die dingen zijn ook geen zonder in mijn leven. Halleluja. We gaan heel snel. Nummer 1. Ik herhaal die drie dingen moet je werkelijk, letterlijk achter je laten. Leg het af. Die dingen zal je helpen om vooruit te gaan. Nummer 1. Onvergeven gezindheid.
onvergevensgezindheid. Nou, ik kan niet genoeg hierover praten. Want als een pastor, ik zie zoveel mensen om mij heen die vasthouden aan dingen, onrecht wat aan hem is gedaan in de afgelopen jaren. Door familieleden of door een goede vriend of door zakenpartner, noem maar op. En ze houden daar aan vast. Ze zijn verbitterd geraakt. En ze willen niet vooruit. Ze kunnen niet vooruit. Ze zijn teleurgesteld. En staat dat in de weg. En ze zijn voortdurend boos op die persoon. Hey, ik heb een hele mooie, bemoedigend woord voor je vandaag. Als dit bij jou gewoon aanslaat, wil ik jou vragen om dit gewoon achter je te laten. Vandaag nog. Niet morgen, vandaag. Want die staat in de weg. Die staat in de weg. Weet je, iemand die andere man niet vergeeft, is net zoals iemand die allerlei vorm van gifte probeert te drinken. En je drinkt allerlei vorm van gifte en je verwacht dat die andere persoon gaat sterven. Nee, diegene die gift drinkt, die sterft. En dat is precies hoe onvergeven gezindheid is in het leven van een kind van God. Let it go. Let it los. He? Jij bent vergeven door Christus. En Christus zegt nou, jij mag ook andere mensen vergeven. Dus onvergeven gezindheid is een monst die je moet laten in je leven. En als je dat doet, dan krijg je zo een vrij leven. Nummer twee. Hoogmoed. Hoogmoed is een groot probleem voor veel mensen. Hoogmoed zorgt ervoor dat jij letterlijk Gods plan voor je leven misloopt. Dat is wat hoogmoed doet. Hoogmoed zorgt ervoor dat jij niet tot je bestemming makkelijk kan komen. Hoogmoed. En hoogmoedig is, de Bijbel zegt dat hoogmoedig is, gaat hij ook gewoon vernederen. Maar een geest die onnederig is, Bijbel zegt, hij schendt meer genade. Wauw. Hoogmoed. Hoogmoed heeft iemand veranderd van een engel die bij God was naar een demonen, naar Satan. Hoogmoed. Hoogmoed verandert iemand naar een demonen. Hoogmoed. Als je hoogmoedig bent, dan kan je never gehoorzaam zijn. Niet aan God, soms ook niet aan God en soms ook niet aan medemens. En daardoor, je krijgt ook eigenlijk iemand die hoogmoedig is, krijgt helemaal geen vrienden om zich heen. Wie wil na een vriendschap sluiten met een hoogmoedig iemand? Niemand. Ik ken niemand die zegt, oh, die man is hoogmoedig, dus die wordt mijn vriend. Die is mijn vriend. Ik ken niemand die dat doet. En weet je wat hoogmoed is? Hoogmoed is overschatting van jezelf en je eigen kunnen. Dat is gewoon hoogmoed. Hoogmoed is, weet je, ik kan hoogmoed op een andere manier definiëren. Hoogmoed is wanneer je het verbruik van Christus Jezus negeert, of niet aanneemt, of niet accepteert, of niet daarin gaan wandelen, dan ben je hoogmoedig. Think about that for a while. Hoogmoed is, ja, hoe moet ik dat zeggen? Hoogmoedig mensen, ze accepteren geen correcties van niemand. Hoogmoedig mensen leven alsof dat ze gewoon andere mensen neerkijken, hè? Naar beneden drukken en neerkijken. Dat is hoe hoogmoedig mensen leven. En hoogmoed is gevaarlijk en het kan je leven helemaal kapot maken. Nummer drie. Ongeloof.
Ongeloof. Ik denk dat ongeloof is echt een onderwerp die we eigenlijk voor een hele lange tijd over zou kunnen praten. Want ongeloof is eigenlijk de ene ding die ons, de meeste dingen die ons echt tegenhoudt om niet van God te kunnen ontvangen of zelfs hier op aarde te leven zoals God dat bedoeld heeft. Ongeloof. Ongeloof. Ongeloof zorgt ervoor dat je niet makkelijk het woord van God kan aannemen. Hey, ongeloof brengt je naar een punt waar je alleen maar groot bergen en groot moeilijke dingen ziet in je leven. Hoogmoed zorgt ervoor dat je gewoon niet kan accepteren wat God doet in je leven. Ongeloof. Ongeloof. Niet vergeten, Satan zal altijd zich voordoen. Zal altijd in de weg staan. Zal altijd jou proberen in de weg te staan. Hij brengt dingen op je pad. Maar dan vraagt God aan jou. Geloof je mij nog? Geloof je nog in mijn belofte voor jou? Huh? Ga je nog aan mij vasthouden? Ga je nog aan mij blijven vertrouwen dat ik jou doorheen ga dragen? Weet je wat ongeloof is? Ander woord van ongeloof is wantrouwen. Wantrouwen. Wantrouwen aan God. Wantrouwen of het goed komt met mij. Wantrouwen of God doet wat hij zegt dat hij doet in zijn woord. En ook voor jou als een persoon. Wantrouwen. Ik wil dat je met deze woorden meenemen vandaag. Ik heb er 3 van gemaakt. Want dan kan je ook dit onthouden. Ik kan dan met 10 punten komen. Maar na 3 onthoud je de rest niet. Maar je kan wel dit onthouden. Ik ben van overtuigd, lieve mensen. Voordat ik voor je ga bidden. Als jij deze 3 dingen echt hierover na gaan denken, over deze 3 dingen. Onvergeving, gezindheid. Hoogmoedige geest. En zo een ongelovige geest en wantrouwige geest. Als jij al deze 3 dingen ervoor zorgt dat deze 3 dingen niet in de weg staan in je leven. Met andere woorden, elke dag je leeft met iedereen en wie dan ook. In vrijheid en je weet, je hebt niets tegen niemand. En jij bent zo nederig op je werk, thuis, overal. Mensen die getrouwd zijn, mijn kinderen, papa, kinderen, noem maar op, collega's, vrienden. Jij bent nederig en je wil de anderen dienen altijd. En dat je met volle vertrouwen naar God toe nadert. En weten dat God doet wat hij zegt in zijn woord. Oh, come on, bro. Vriend. Je zal zeker de finish line behalen. Want dat is uiteindelijk het doel van de wedloop. Dat is het doel van de wedstrijd. Hey, God zegen. God zegen, rijkelijk. Ik hou heel veel van u. En als u Jezus nog niet kent, ik wil dit uitsluiten om u de kans te geven om ja te zeggen tegen Jezus. Want weet je wat Jezus doet? Hij geeft je een mooi leven. Hij verandert je leven volledig. En hij zorgt ervoor
Dat je weer rust en vrede krijgt in je leven. Als je dat graag wil, bid mij na. Zeg mij na vandaag. Heer Jezus, vandaag kom ik tot u. En ik kom met mijn hele leven. En ik geef mijn leven aan u. Verander mij. Kom in mijn leven. En doe wat u alleen kon doen in mijn leven. Ik dank u wel voor wat u hebt gedaan. En ik neem het alles aan wat u voor mij hebt gedaan. Ik begrijp het soms niet, maar ik vertrouw wel op u. Ik vertrouw wel op u, Heer. Ik dank u, Vader. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Vader, ik dank u voor deze geweldige mensen. Uw zegen is op hun leven. En u helpt iedereen die mijn stem heeft gehoord deze afgelopen 4 weken over dit onderwerp. U helpt hen om alle vorm van lasten en zonde in hun leven aan de kant te zetten. En gefocust te zijn aan Jezus. Aan u alleen. De voleinder van ons geloof. Dank u, Heer. In Jezus' naam. Amen. Amen. Hey, lieve mensen. God bless you. Bless you richly. Volgende maand kom ik terug met een mooi woord voor jullie allemaal. Wees gezegend en tot de volgende keer. Be blessed, allemaal. Ik weet zeker dat het woord van Pastor Prins je goed heeft gedaan. Volgende week zijn we er weer. We hopen dat je dan weer kijkt. Je kan de uitzendingen bekijken op Facebook en op YouTube. Vergeet ons niet te volgen en te liken. Tot dan!